welkom bij de 7.3 Biocast. En die heet eten, want daar gaat hij ook over. De voedingsstoffen, er zijn er 6, die kun je in 3 groepen verdelen. Je hebt de energierijke stoffen, je hebt bouwstoffen en je hebt beschermende stoffen. Koolhydraten horen bij de energierijke stoffen. Vetten zijn ook energierijke stoffen, maar ook bouwstoffen, met name voor je celmembranen. Eiwitten zijn bouwstoffen. In noodgevallen kunnen ze je ook wel energie geven, maar we delen ze in bij de bouwstoffen. Mineralen zijn ook bouwstoffen, maar ook beschermende stoffen. Vitamine horen ook bij de beschermende stoffen. En tenslotte hebben we nog water. En water is voor je lichaam een bouwstof. Dit schema moet je uit je hoofd kennen. Moet je zo kunnen invullen. Hier zie je een pagina uit de voedingsmiddelentabel. En in de voedingsmiddelentabel zie je links de verschillende voedingsmiddelen staan. En de rest is per 100 gram gewicht aangegeven. Bijvoorbeeld hoeveel kilojoule aan energie die levert. Je ziet dat pindakaas met stukjes noot per 100 gram wel 2694 kilojoule levert. Dus dat is wel een energiebom. Er zit per 100 gram pindakaas met stukjes noot zitten 20 gram eiwitten in. Er zitten 56 gram vetten in en daarvan is 10 gram verzadigd. Als je het havo-kansklasgedeelte doet, zul je straks wat meer leren over verzadigde en onverzadigde vetten. De rest van de vetten, 40 gram, is dus onverzadigd. Er zitten ook nog 50 gram koolhydraten in. En zo kun je voor elk voedingsmiddel opzoeken hoeveel gram aan eiwitten, vetten en koolhydraten daarin zit. Een etiket geeft je ook informatie. Bijvoorbeeld deze drank die bevat per 100 milliliter, niet per gram, maar per milliliter in dit geval, 384 kilojoule aan energie. Er zitten 2 gram eiwitten in, 12 gram koolhydraten en al die grammen zijn suikers, dus geen zetmeel. Vet een half gram en dat is allemaal verzadigd. En je ziet ook natrium en calcium zit erin en dat zijn mineralen. Vitamine B en vitamine C, dat zijn de vitamines. Kortom, veel informatie die je op een etiket kunt lezen. Bij zo'n beetje alles wat je koopt in de winkel. Als je gezond wil eten, kun je de schijf van 5 gebruiken. Daar zijn 5 groepen voedingsmiddelen te vinden. En je hebt hier de voedingsmiddelen, pasta, bonen, brood en aardappelen. En die bevatten veel zetmeel, veel koolhydraten. De aardappelen hebben ook vitamine. Als je kijkt naar het volgende, dan zie je hier het vocht. Dus vooral water wat er in thee en in water zit. Dit zijn de vetten die je hier vindt. Als je kijkt naar vlees en melk, dan zitten daar veel eiwitten in, maar ook veel mineralen. Dit zijn dus vooral bouwstoffen. En veel vitamine en voedingsvezels vind je in de groentes. We gaan door naar een kies. En die kies bestaat uit 2 gedeeltes. Die bestaat uit de kroon, het gedeelte wat boven je tandvlies uitsteekt, en de wortel wat naar beneden zit. Je kunt de onderdelen moet je uit je hoofd kennen. Je hebt hier de glazuur, de harde laag, en die beschermt wat eronder zit. En dat is het tandbeen. Hier zie je het tandvlees zitten. Dan binnen in die kies heb je de bloedvaatjes en de zenuwen lopen. En tenslotte zit die vast met cement in de kaak. Wanneer je veel te vet eet, kan je de wand van je bloedvaten beschadigen. Dat zie je bovenin gebeuren. Dat is een plek waar vetachtige stoffen zich af kunnen zetten. En die kunnen het bloedvat gedeeltelijk, maar zelfs geheel afsluiten. Zorg natuurlijk ook voor een hoge bloeddruk. Nou, je hebt net gezien wat voor energie je binnenkrijgt, maar je raakt ook energie kwijt. Als je wandelt, dan verbruik je per minuut 18 kilojoule. Als je hard loopt, verbruik je er 30. En als je op de racefiets zit, gebruik je 40 kilojoule per minuut. Dus je kunt dus uitrekenen hoe lang je moet fietsen om een bepaalde hoeveelheid energie kwijt te raken die je teveel hebt binnengekregen. Anorexia
een eetstoornis die gigantisch veel effecten heeft. Van haaruitval tot een slecht humeur, laag bloedsuikergehalte, trage hartslag, nierbeschadigingen en blauwe en koude voeten en handen. Om te bepalen of je een goed gewicht hebt, een hele grove manier, ga je uit van je lengte. Als je je lengte weet, bepaal je je gewicht en je trekt een lijn tussen die twee. En dan kun je hier bepalen, die ging even iets te snel, of dat je gewicht gezond is, of je gewicht te laag is, te hoog is of extreem te hoog. Goed. Als je niet van plan bent om na de TL in te stromen in 4 HAVO, kun je nu gewoon weer aan het werk gaan. Voor de mensen die dat wel willen, hier het HAVO kansklasgedeelte. Je ziet hier, dat lijkt op de schijf van 5, maar hij ziet er toch weer wat anders uit. Je zal dat in de HAVO vaak tegenkomen, dat grafieken, tabellen er net iets anders uitzien. Het verschil is dat je hier aangeeft hoeveel je dan nog van die producten moet binnenkrijgen. Olie, suiker en zout, daar heb je dus klaarblijkelijk heel weinig van nodig. En granen, rijst, pasta en brood, dus vezels en zetmeel, koolhydraten, wel heel veel. Groenten ook wel. En de eiwitten en de mineralen heb je minder van nodig. Dan heb je verschillende vetzuren. Je hebt de verzadigde vetzuren, zoals stearinezuur en palmitinezuur bovenin. Als je kijkt, zie je een heel regelmatige figuur. Alle C'tjes die in de keten zitten en niet aan het eind zitten, hebben 2 haartjes bij zich. Aan het eind heeft hij zelfs 3 haartjes. Dus die is helemaal verzadigd met waterstof. Als je kijkt bij oliezuur, dan is er 1 plek waar 2 C'tjes met een dubbele binding met elkaar verbonden zijn. En die kunnen dus nog maar 1 haartje binden elk. En daarmee is dat een onverzadigd vetzuur geworden. Linolzuur heeft er zelfs 2 van die plekken. En linoleenzuur heeft er 3. En argidonzuur heeft er zelfs 4. Daarmee wordt die figuur wat onregelmatiger. En doordat hij minder haartjes heeft, is het een gezonder vet om te gebruiken. Een grove manier om ze te herkennen, verzadigde vetzuren zijn meestal bij kamertemperatuur gestold, zoals boter. En de onverzadigde vetten zijn vloeibaar, zoals olijfolie. En dat is alweer het einde van de 7.3 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer!